op krachtige muziek. Zoals u weet is door de politieke ontwikkeling in Europa de Eurovisie nogal gegroeid, waardoor een degradatiesysteem de minst scorende landen van vorig jaar hebben moeten plaats laten maken voor nieuwe landen. Dus geen België, Denemarken, Luxemburg, Israël, Turkije en Slovenië, maar wel onder andere dit nieuwe land, Estland. En Estland zet meteen hoog in met de allerpopulairste zangeres Sylvie Vrait. En het lied Nagu Mirelaine, als een golf in goed Nederlands, met als het centrale thema dat de vrouw net zo onbekend en mysterieus is voor een man als de zee. Sylvie Vrait is vanaf 1976 actief in de Estse muziek en heeft onder andere een grote rol in Porgy & Bess vervuld. Naast haar optredens, die haar vooral in het voormalige Oostblok populair maakten, is Sylvie ook nog lerares aan het conservatorium van de Estse hoofdstad Tallinn. En op datzelfde conservatorium doseert ook componist Ivar Must. Tekstschrijfster Lelo Tungal is dichteres en kinderboekenschrijfster. De eerste bijdrage ooit van Estland. En dirigent is Urmas Latikas. Sylvie Vrait en het debuterende Estland, veel muzikale traditie erin verwerkt, ook veel traditie in de kleding verwerkt.